eens? Ik ben nu bezig met een artikel over de nieuwe uitgangspunten bij webdesign. Daar heb ik van de week ook een kort babbeltje over gehouden op UX Cocktail Hours. Oh ja, dat is waar. Kan je me even tegen de kant dan zetten? Ja, want dan doe ik. Plak ik even de dingen op de camera. Ik zet hem hier even op de stoep. Ja, ik denk dat het toch nog is. Okay. Zo. Eens kijken. Deze. Ja, gaat ie. Dus daar heb ik een verhaaltje over gehouden. Dat gaat over het feit dat er nog steeds het web. Op websites, als we die ontwerpen, dan doen we dat nog steeds vanuit een paar basisideeën die eigenlijk al 10 jaar gelden. Of al langer sommige van die ideeën. En dat die echt, sommige daarvan echt aan vernieuwing toe zijn. Dus daar ging dat verhaal over. Maar daar gaat ook het... Oh, wat? Heb ik iets gemist? Nee hoor. Nog niet botsen, hè? Daar ging ook mijn babbeltje van de week over. Ja. Daar ben ik een artikel over aan het schrijven. Ik heb er een column over geschreven voor Webdesigner Magazine. Dat komt eind deze maand uit, denk ik. Begin volgende maand. En is dat een fysiek magazine? Ja, papieren magazine. Nice, over frontenden. Ja. Of over het web. Ja, ik heb daar inmiddels één... Ik blijf daar fascinerend zijn. Ja, ik heb er inmiddels één column voor geschreven, die is gepubliceerd. Ja. En daarin schrijf ik dat dingen pas interessant zijn als je ernaar kunt linken. Oh ja. En dus eigenlijk is het een heel verhaal over hoe onhandig papier is en oninteressant. En de uitgever die vroeg mij van... Die las het en ik dacht van waarom schrijf je dit? Totdat hij de conclusie las waarin ik toch schrijf dat ik toch echt wel vereerd ben dat ik in dat magazine sta. Ja, precies. Maar het is ook best het is raar om de een of andere manier. Ik zag toen de gedrukte versie. Die kocht ik op Schiphol toen ik op vakantie ging. En dat is toch wel grappig om dan je hoofd in een papieren magazine te zien. Het is echt raar dat... toffer is dan dat het dan op een of andere manier meer indruk maakt dan op het web staan inderdaad. Ja, precies, ja. Ja, misschien ook omdat de perceptie is dat dingen op het web, dat die gratis zijn, hè? Kijk, het is natuurlijk ook makkelijker. Ik twitter iets en ik sta op het web. True. Zo makkelijk is het. Ja. Het is wat lastiger om in een magazine te staan. Ja, dat kan je voorstellen. Er zijn een heleboel mensen hebben gekeken naar wat jij hebt geschreven voordat het ook maar in de boekhandel ligt. Maar het staat wel online. Dus ik kan er wel naar linken. Naar de column die ik heb geschreven. Oh ja, oké. Dat is wel goed. Ja, dus dat is mooi. Ja. Maar uiteraard moest mijn eerste column moest daarover gaan. Ik vind dat namelijk ook de grote kracht van het web, dat je ernaar kunt linken. Ik vind dat echt het meest fantastische. Dat is ook het meest unieke. Dat is dat niks echt, anders. Echt verbonden is, dat de brug nul is. Je kan, er bestaat geen ander medium waar je kunt linken. Nee. En dat is echt... Kijk, je hebt de voetnoot in boeken en dat soort dingen. Ja. Alleen het lullig is... Maar dan kan ik niet naar iemand anders. Ja, precies. Je kan niet tijdloos verplaatsen. Hè? Je moet dan naar een boekhandel... winkel gaan of naar een bibliotheek en dan bladeren en dan, inderdaad, daar staat het. Of niet. Ja, precies. En dat is op het internet, is dat instant. Ja. Het probleem is dan natuurlijk wel, het kan ook op die manier stuk gemaakt worden. Ja. Dat blijft toch wel een beetje met die inherente waarde die papier lijkt te hebben. Op een of andere manier willen mensen die dingen wel bewaren, maar dingen die op het internet, daar wordt al vrij snel van gezegd van, nou, dat kan wel weg. Ja. En hoe weet je ook dat iets wat je leest op het internet, dat nog hetzelfde is als toen diegene daarover schreef? Ja. Ja, want ik pas sommige artikelen ook wel aan. Ja, en... Als er dingen zijn veranderd, inzichten zijn veranderd of technieken zijn veranderd,
dan... Ja, en hoe weet je of jouw artikel... Wat we zeggen wel, het is het internet, het is een open medium. En iedereen kan daarop en iedereen kan er alles bereiken. Maar dat is helemaal niet zo. Of is dat eigenlijk wel zo? Kunnen mensen overal bij?